En ik eet het liefst vers. Ja, maar het liefst of? Ja, bijna altijd. Bijna nooit aan blik. Oké, maar was dat vroeger ook zo? Vroeger maakte je wel, mijn moeder bijvoorbeeld, wij hadden zelf een groentetuin. En dan boontjes bijvoorbeeld werden ingemaakt. En dat is dus in potten en die at je dan 's winters. Oh, dat is handig. Ja. Ja. Wie kookte bij je vroeger? Altijd ons moeder. Altijd. En toen wij wat groter werden, mochten wij ook huis koken. Maar altijd alleen de meiden. De mannen hoefden nooit te koken, nee. Ook toen ik ging trouwen. Maakte je daarvoor afspraken? Nou, dat was eigenlijk zo dat het vanzelfsprekend was dat ik ging koken. Echt? Mijn man kookt nog geen ei. Nou, dat is niet overdreven, maar hij kookt wel een ei. Maar verder absoluut niet. En toen hij met pensioen ging, kreeg hij een heleboel kookboeken. En dan zei hij van, ik ga ook koken. Maar het moet nog steeds gebeuren. Kan dit nog steeds niet? Nee. Waar laat hij op mijn boodschappen doen? Op de prijzen, maar ook op de kwaliteit. Doet hij dat nog steeds niet? Ja, dat doe ik nog steeds, ja. Oké. Wie deed toen de boodschappen? Ik. En mijn moeder ook. Ja. Vroeger had je, mijn moeder had een boekje en dan schreef ze op, bij de kruidenier, er was er maar één in het dorp, schreef ze op wat ze nodig had en dan stond dat gewoon klaar. Dat werd of thuisgebracht of het stond klaar. Oké, dankjewel. Goed zo, jongen.